Goedemorgen, het is dinsdagochtend en we hebben deze week vakantie, dus dat is super lekker. Gisteren hadden we een beetje een chill dagje, ging een beetje voor school wat doen, wat andere dingen, foto's uitzoeken en zo. Maar vandaag gaan we weer een dag de toerist uithangen. We gaan naar de Basaki Tempel. Dat is de moedertempel hier op Bali, dus dat moet heel leuk zijn. Ik ben daar echt super benieuwd naar. En daarna gaan we naar een waterval. Vind ik ook wel heel erg leuk. En daarna gaan we nog naar een koffieplantage. Omdat ze hier die luwak koffie hebben. Nou, dat leg ik straks allemaal nog wel uit. Maar dat is de duurste en exclusiefste koffie van de wereld ofzo. En dat gaan we dan even proeven. Ik drink zelf helemaal geen koffie, maar ik wil dat wel even proeven. Dus ik ben heel benieuwd. Different taste? More strong. More strong, okay. This is a coffee tree, Arabica coffee. This is coffee bean, still young. Oh, here. They turn the color red when they're ready. And then they're ripe. Red, yeah, ripe okay. Red color. Oh, this is the luwak animal. They can produce the most expensive coffee. Yeah. After they eat it, and then the poo-poo come out. Yeah. Luwak, they look like this. Oh, this is when the they come out of the luwak kit. Yes. We washing first with hot water and then we dry. After that, this can open the shell. Okay. And then what's inside is the coffee bean. Coffee bean, very clean. This one, yeah. Oh, that's this it. Shell. Yeah. And then this is we roasted that. It's roasted, yeah. Yes. This regular Bali coffee. Regular. We pick from the tree. And oh, okay. To get like this. And what's this? That one, the coffee, when we pick from the tree, and then we dry, and then we open the skin to get like this. Oh, and then it gets like that. Okay. Yes. This cocoa bean. Oh, that's cacao. Okay, yeah. After dry. For the chocolate. For the chocolate, yes. You can see here, for the process to make coffee, like this here, with little roasted. This is how they roast it? Yeah, we use that wood fire, not machine. No. Until they turn the color, the dark color, like this brown color and aroma this out. Yeah. And then we ground it. Yeah. Powder. Like that? Yeah. Okay. And then it's coffee. Yes. Yeah. And this is the last process. After we ground it, yeah. Put here and then we chip it. Oh, okay. Yeah, fine. Then you only have the small, the fine stuff. And then this one we put back on it. Oh, again and again. Yes. Yeah. Wow. Okay, here, pink.
This is chocolate. This tea also new product from Nanti and okay. It's coffee. This you can try. Tosellati, Indonesian healthy drink by hygienically processed mixed with natural sugar and pure rosella flour to obtain rich taste and tea, which is useful for cancer prevention, blood circulation and refreshing your body. Oh. Als dit jou behoedt voor kanker, dan drink ik hem eentje per dag. Vies. Het is een beetje alsof je een lolly gesmolten hebt. Maar nu natuurlijk de echte ster. Luwak Coffee. Processing the coffee Luwak, we apply standard sanitation and hygiene, but we preserve its natural exotic taste and aroma. Choosing the Arabic variety of Kintamani coffee makes coffee Luwak Tebasari the preferred and prime choice of coffee Luwak lovers around the world. We really enjoy the superb exotic taste and aroma. Okay, let's go. Okay, yeah. Ja, ik vind het echt heel lekker. Ja? Ja. Dit is echt koffie. Ja, dit is echt niks voor mij. Want ik heb vanochtend ons bidboek ingeleverd. Halleluja! Dat betekent dat we nu echt klaar zijn met school. Ik hoef nu alleen nog maar te leren voor onze toets. En het is nu 2:30 en dat betekent dat ik naar het vliegveld ga om mijn vriendinnetje Karin op te halen. Oké, nou, ik ben nu op het vliegveld. En het is heel grappig, want het is nu dus de derde keer dat ik hier kom. Ik was hier al een poos. Toen we hier aankwamen moesten we best wel lang wachten op onze pick-up. En vorige week was ik hier dus met Eline om haar vriendinnetjes op te halen. En het vliegveld is gewoon heel klein. Dus je hebt direct door dan hoe het allemaal hier eruit ziet. En waar je moet zijn en waar alles zit. Dus ik kom hier net aanlopen en ik loop hier vet confident. Alsof ik helemaal weet hoe het raad en zeilt. Het is gewoon grappig. Beneden staan altijd heel veel mensen. Dus ik ga even plekjes zoeken hier gewoon op die tweede verdieping. En dan kan ik mooi kijken wanneer ze daar komt. Dus we zijn bij La Laguna. Ik ben benieuwd.